We gebruiken de bus eigenlijk sinds eind 2018 gebruiken we die voor wetenschappelijk onderzoek vanuit het Sophia Kinderziekenhuis. En ja, die gebruiken we eigenlijk vooral om dus langs te kunnen gaan aan huis. Zodat kinderen niet naar het ziekenhuis hoeven te komen om mee te kunnen doen aan wetenschappelijk onderzoek. Dat is heel fijn, omdat onze dochter prikkelgevoelig is. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk gewoon heel slecht tegen geluiden in de omgeving kan. En in een ziekenhuis is het, ja, de akoestiek vaak wel heel slecht en er gebeurt van alles. Ja, dan is dat voor haar toch wel reden om soms te ontploffen. En als een ziekenhuis aan huis kan komen met een bus, in de eigen veilige omgeving is dat gewoon heel prettig. Met de bus doet het ziekenhuis wetenschappelijk onderzoek naar kinderen met zeldzame aandoeningen. Voor de kinderen die meedoen aan de onderzoeken een leukere beleving dan een ziekenhuis. Zo ook voor Babette. Van haar werd een foto maken. En waarvan hebben ze een foto gemaakt? Van mijn hoofd. Ja, ik zie je hoor. En nou heb je de foto gezien. Wat vond je van de foto? Geweldig. Nou ja, het was erg leuk om in de bus te zitten. Als eerste moest ik allemaal puzzeltjes doen. Dat vond ik erg leuk. En dan moest ik ook iets doen met op mijn hoofd zetten. Iets met zo'n ding op mijn hoofd. En dan moest ik daar ook iets mee doen. Ik weet niet meer precies wat. Ja, met elektronen. Met elektronen, Dat vond ik wel erg leuk om te doen. Voor de kinderen dus een prettigere ervaring. Maar ook voor de onderzoekers, ouders en andere ziekenhuizen is de bus een uitkomst. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ze zijn allemaal wat nieuwsgieriger en dat maakt het allemaal een stuk luchtiger, denk ik, om mee te doen aan zo'n onderzoek. Dat maakt de drempel wel lager. De interesse in wetenschappelijk onderzoek is er sowieso wel bij ons, omdat onze dochter natuurlijk een zeldzaam syndroom heeft. Dan zeg je eerder ja. En het is wel grappig om te weten dat er zijn ook andere initiatieven ook naar aanleiding van onze bus gekomen, ook bij andere ziekenhuizen. Dus we zijn ook in dat opzicht hebben wel een beetje een soort inspiratierol gehad. Dus dat is zeker heel leuk, ja.